En we beginnen bij 5, 4, 3, 2, 1 en druk hem maar. En dames en heren, bij deze is de school officieel geopend. Mag ik een toast uitbrengen op de nieuwe school en vooral op de kinderen die hier jarenlang en de kinderen, de kindskinderen zeggen ze wel eens, hier gebruik van mogen maken. Annette van der Geest en Danielle Hop, respectievelijk directie Calvijnskom en Het Ster. Yes. Moet even wennen, denk ik ja. Nog, hè? Ja, een jaar geleden stonden we hier en toen zeiden we tegen elkaar, daar gaat hij. En nu zeggen, daar staat hij. Ja, zeker ja. Het was een heel mooi jaar. En zoals je ziet, het eindresultaat is gewoon fantastisch. We zijn er super blij mee. Ja. Fantastisch, Danielle. Ik heb ook begrepen, ja, het is niet alleen een nieuwe school, maar voor jullie ook een nieuw tijdperk in een soort ateliers met lesgeven en zo. Hoe gaat dat ja, allemaal? Ja, op zich is het onderwijs in de ochtend niet heel veel veranderd. Dus dat is vergelijkbaar ook met wat we bij de Calvijnschool hebben. Maar we gaan inderdaad op de middag, op maandag en donderdagmiddag met ateliers werken. Dus ja, daar hebben we een kooktechnieklokaal voor. Dus dat is ja, fantastisch natuurlijk. Ja, dat is zeker. Ja. En, een ontzettend mooi gebouw met ja. De nieuwste voorzieningen. En wat ook natuurlijk, toen wisten we nog helemaal niet, toen we hier begonnen, hier stonden met die eerste paal, dat het coronatijdperk nog ja. Gebleken is. Dus we zijn wel heel blij met die luchtverversingstechniek. Jazeker. Ja, wij zijn inderdaad een school die niet bang hoeft te zijn dat het virus blijft hangen. Ja. Jij had niet zo'n hele grote afstand om te verhuizen, maar de Calvijnschool ja, natuurlijk wel. Zeker. Hoe is dat gegaan? Er was een bedrijf ingehuurd die de verhuizing verzorgde van alle drie de scholen. Dus de Grondtoon, Sterrenlicht en de Calvijn. En in een treintje zijn we verhuisd. Dus eerst de Calvijnschool naar dit gebouw. Vervolgens het Sterrenlicht naar dit gebouw. En als laatste de Grondtoon die naar de oude Calvijnschool ging. Ja, want die oude Calvijnschool die blijft nog even werken. Ja, ik kreeg al meldingen van ouders, gaat het wel goed? Want de school staat nog vol met tafels. Maar dat was dus al de Grondtoon. Die zat er alweer in. Die zat er alweer in? Die zat er alweer ja, in. Dat ging echt als een trein. Ja, daar staat hij. De bui komt eraan. Dus de bui komt eraan, maken. Heel snel. En ik ga jullie heel veel succes wensen op de nieuwe school. Ja. En ik zal zeggen, voor maandag, toi toi toi. Dankjewel. Hans van Tricht en Gerrit-Jan Zomer, de directeur-bestuurders, staan hier nu in de nieuwe school. Hij is klaar. En ja, ik denk eventjes aan een oude serie op televisie. Dat was The A-Team. En er was altijd iemand die zei, I love it when a plan comes together. En ik denk dat jullie die gedachte nu ook al hebben. Ja, ja ik ben niet zo goed in Engels, maar, maar ik snap wat hij bedoelt. Ja, ik ben heel blij met wat, als je dan ziet wat er allemaal gebeurt in een tekening. Het begint eerst met een vlekkenplan en vervolgens een voorlopig ontwerp en dan een ontwerp. En dan zie je dit. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat mee te maken. Ja, en er zat gelukkig geen B.A. Brackers bij die daar iets in wilde brengen. Nee, het is vanaf het begin een heel harmonieus geheel geweest. Wat ik al zei met het praatje hier. Gelijk als bestuurder waren we het eens. De gemeente hadden we mee, gemeentebreed, lokale politiek zat helemaal achter ons, achter het onderwijs. Vanuit de scholen waren de twee schoolteams allemaal gelijk met de neus dezelfde kant op. Hoefden we ook niet te regisseren. We hebben het vertrouwen gehad dat men het op zou lossen en dat is gebeurd. Ja. Gerrit, jij noemde net ook nog een aantal dingen over die de schoolbesturen toch voor het milieu hier gedaan hebben. Kun je er nog een hele kleine view ja. van geven? Er is in elk geval 250.000 euro per schoolvereniging bij elkaar gelegd, zodat we een halve ton, een half miljoen hadden. En van dat half miljoen zijn extra
maatregelen, energiebezuinigingsmaatregelen genomen voor wat er al in het gebouw was aangebracht en bedacht. Dus er liggen in plaats van denk ik 300 zonnepanelen liggen er 400 nog wat. Nou, zo zijn er, en de apparatuur is wat beter en goed afgestemd. En dat was voor ons ook de enige manier om een bijdrage te kunnen leveren als schoolbestuur. Omdat wij namelijk niet onderwijsgeld mogen beleggen in gebouwen of stenen of wat dan ook. Nou, in die samenwerking lijkt het erop dat het nog iets heel moois uit gaat komen. Want ik las al dat er pogingen gedaan worden om te gaan fuseren. Ja, het is wel goed om aan te geven dat dit is geen onderdeel van een soort fusieplan. Los van fusieplannen was dit er ook wel gekomen. Ik snap dat er verband wordt gelegd omdat we in dat proces gaan. Het is goed om aan te geven dat het proces van fusie vloeit voort uit de samenwerking van een aantal jaren. Waarvan we zeggen, we werken nu zoveel samen, de statuten lijken zoveel op elkaar. Laten we een proces ingaan waarbij we gaan kijken in hoeverre kunnen we de samenwerking zo ver doorzetten dat we verregaande samenwerking hebben. Of misschien wel fusie. Dus het is nog niet kant en klaar. En gaan het proces van het komende schooljaar gaan we kijken of inderdaad fusie rijp zijn met elkaar. Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is om aan te geven dat alle geledingen hier ook iets van moeten vinden. Dus we hebben ouders, we hebben leden, we hebben personeel, gewoon van de werkvloer, de leerkrachten, de MR'en. Eigenlijk alle geledingen moeten ook betrokken worden bij het uitzoeken van de verschillende onderdelen om verder samen te kunnen gaan. Ja, en dan komt er nog een fusietoets. En dat doet de overheid. En dat wordt natuurlijk ook even kijken wat daar uitrolt. Het zou best kunnen zijn dat we hier in het dorp zeggen van het komt allemaal goed. En dat de overheid zegt ja, maar de fusie gaat niet door. Want dat is één grote club tegen één schooltje. Okay. Nou, dat is niet de bedoeling. Nee. Wim Rutgeduist, directie bouwcombinatie in Nes. Ja, verantwoordelijk aannemen uit Spakenburg. En een mooie Spakenburgse school bouwen. Ja, dat moet toch een droom zijn? Hè? Dat is inderdaad een droom geweest. En de droom hebben we verwezenlijkt. En we zijn enorm trots op het feit wat we inmiddels neergezet hebben. En binnen de gestelde tijd van een jaar hebben we dit gerealiseerd. En we gaan nu de komende maand even genieten van de welverdiende rust. Om het tot ons te laten komen wat we hier voor moois neergezet hebben. Ja, zeker. En te genieten van alle complimenten die we gekregen hebben. Ja, dat wou ik ons nog even noemen, Wim. Want jullie werden overladen met complimenten. Maar niet onterecht, want er wordt zelfs gezegd dat jij elke avond hier na werktijd nog even rondliep om nog de onevenheidjes te bekijken weer. Ja, dat is inderdaad juist, er is niks aan gelogen. Dit project, dat was een prestigeklus voor ons. Ja. En ik was er zelf zo betrokken bij dat ik ook s'avonds na het eten terugging om op mezelf de tekeningen erbij, even de kleine foutjes die ontstonden, om die te corrigeren, zodat ze de volgende dag weer verder konden. Ja, fantastisch. Dus enorme betrokkenheid. Je hebt voor je eigen bouwcombinatie denk ik een enorm prestigeproject neergezet en een mooi referentieobject voor andere klanten. Absoluut. En we gaan in de toekomst hopen we nog een paar mooie scholen te mogen bouwen. Inmiddels weet Bureau Bos wat wij kunnen, dus ze kunnen bij ons terecht. Veel succes. Dankjewel.